normaal hondje ben jij. Ja, vraagt om eten en je krijgt eten en wat doe je? Niet eten. Ja. Denk erom. Ja, lieve vrienden, goedemiddag. Het is daar op die... Nee, die klok die loopt nog achter. Die moet nog gedaan worden. Het is 12:12. Ik heb een heel klein beetje make-up op, zoals jullie kunnen zien. Maar het is niet van harte, nee. Maar ja, ik krijg visite. En dat is onze enige echte eigen Jan van Dam uit Emmeloord. Ja, die is weer onderweg. In plaats dat hij eerder geappt of eerder belt of wat dan ook. Dan kan ik zeggen ja, nee, weet je. Maar hij was alweer onderweg. En zin hebben, heb ik niet. Maar ja, we proberen een gezellige middag ervan te maken, even goed. Ja, ik had gehoopt dat ik lekker alleen nog kon blijven. Maar ja, helaas, gaat niet door. Dus we maken er wel wat van. Hier ligt de boel voor wat eraf. Dat heb ik al gisteren gedaan. Kan niet anders. Zo, die mag er graag namelijk wel eens zitten, liggen, slapen, doen, likken, wassen. Achter mijn scherm. Ewen die zit lekker te eten. En ik heb mijn broodje klaarstaan. Ik ben met de koffie bezig. Jan's kopje staat ook al klaar. En dus, nou, en ik stuur hem nog lekker eventjes weg naar de Deka-markt. Dan mag hij nog eventjes wat bij mijn eten halen. Dan heb ik weer genoeg. Want dit is voor mij, maar dan heb ik voor jou niet genoeg. Dus dan moet hij even een zakje noedels erbij halen. Met een blikje snijboontjes. Ja, komt allemaal goed. Mag hij voor me doen. Hij weet waar de DK is, hij loopt er ook langs. Dus ja, komt allemaal goed. En ik zal een smoothie maken wanneer die er is. En dan hebben we een lekkere smoothie. En komt verder allemaal goed. Ja, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is wel weer mooi weer, maar het is wel meer bewolkt. Ja, meer bewolkt. Ik kan er ook niks aan doen. Hier tenminste wel, hoe bij jullie is, weet ik niet. Want daar woon ik niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ervan. En ja, we gaan gewoon vloggen. Het gaat gewoon door. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zitten hier aan de koffie. Cake hebben we al op. Jan die is dus gearriveerd. Daar ben ik wel even goed blij omdat hij er is. Ja, ja hoor, helemaal waar. Wat jou, Jan? Jazeker, we zijn gearriveerd met een bus en 3 keer een trein. Dus ook een volle trein in de eerste 2 treinen. Dus naar Vlelistad, naar Almere, van Almere naar Amsterdam Centraal. Dat is hartstikke druk in de trein. Deze trein hierheen, dat ging wel. Dus. Ja, goede reis gehad. Dus, en mooi weer meegenomen. Het zat er wel bij mij aan de weg, drukke weg, een bushokje van in. Het glas lag eruit. Dat is iets minder. Ja, maar waar doen ze dat niet? Ja. Dat doen ze toch overal. En ze kunnen beter een bushokje vernielen dan een persoon vernielen. Ja, klopt, dat is inderdaad zo. Ja. Dat is dan materiaal, kost wel een hoop geld weer, maar het is materiaal, een beter materiaal als ze hun energie kwijt moeten, dan een mens in elkaar timmeren, grond in het ziekenhuis of nog erg. Klopt. Dit is ook erg hoor, ze hebben er gewoon vanaf te blijven, simpelvat. Als je wat kapot wilt maken, maak dan iets kapot wat voor jezelf is en niet voor anderen. Zo is dat. Ja. Toch? Ja, zeker weten. Mooi. Nou, we proberen een hele fijne middag ervan te maken, zoals ik al had gezegd. Hoe ziek ik ook ben, we gaan er gewoon voor. Ja hoor, ik zou zeggen een hele fijne middag verder. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zitten aan een smoothie. Ja, ik heb even een smoothie voor ons gemaakt. Lekker gezond weer. Wat voor smoothie? Wat zit erin? Ik kan het niet zo zien, ja hè. Nou, aardbeien. En die andere Jan, hoe heet dat? Die kleine, hele kleine blauwe besjes. Ja. Griekse yoghurt. Toen vond ik het te weinig, toen heb ik nog meer erbij gedaan, want ik had nog wat over. Heb ik nog meer even aardbeien gesneden en de besjes erbij. En toen had ik het even laten staan, omdat ik tussendoor even naar het toilet moest. Kom weer terug, het was het pudding.
Ja, was zo stijf. Heb ik er een klein scheutje water bij gedaan. En het is overheerlijk. Toch? Ja. Ja, ja, kan ik die al. Ja. Ja. Smakelijk. Nou ja, je en ziet soms hoe ver ik al ben. En je ziet ook hoe ver. Jan is. Ja. Dus ja, het smaakt overheerlijk. Dus wij genieten daarvan. En het is nog gezond ook. En dan hoop ik dat ik toch wel eens een keertje beter mag worden. Toch? Ja, toch? Ja. In ieder geval qua dit. Het andere, dat gaat niet meer over, is mij verteld. Maar oké, komt allemaal wel goed. Moeten we wennen. Ja, nou. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Want het is prachtig mooi weer, maar ik vind het koud. Maar wie ben ik? Komt ook, je bent ziek en dan heet het gauw koud. Dus, maar het is wel prachtig mooi weer. De lucht is nou wel blauw, met hier en daar een schapenwolkje. Beter dan dat het eerst was. Want eerst hadden we andere bewolking. Ja. Dit is echt schapenwolkjes. Ja, ja, ja. Doei, doei. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Onze Jan die is alweer op weg naar huis. Die zit al hoog en breed in de trein. Of bus, weet ik veel. Want er was ook weer onderweg richting Alkmaar. Tussen Hoorn en Alkmaar, geloof ik weer. Een probleem met trein die pech had. Dus ja, hoe die heen gaat naar huis, of het dan met de bus is of met de trein is, hij kan alle kanten op, dus wat dat er gaat. Dan weet hij dat we allemaal keurig netjes uit te kienen. We hebben lekker gegeten, er staat weer een vaat. Maar dat komt morgen allemaal wel weer, ik heb het omgeboend en ik ben nou meer, maar ook meer dan zat. Maar ja, daar heb iedereen wel eens last van, denk ik zo. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voor later welterusten, met mooie dromen. En voor iedereen gezond weer op en niet zoals ik ziek. Nee, ik wens jullie alle goeds toe. En voor de mensen die ook net zo zijn als ik, van harte beterschap gewenst. En ja, we merken wel weer wanneer we weer beter zijn. Ik zou zeggen, voor nu. Tot de andere kant van de nacht. Doei, doei.